Een hele goede morgen. Oeh, kriebel in de keel. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hebben Jordi en Sam al naar school gebracht. En Liam die heeft dan appel op en een broodje en nog een broodje. En nou, van alles al gegeten. We zijn even naar de winkel geweest voor avondeten en zo. We eten vanavond lekker boerenkool met kippenworstjes. Dus ja, dat. Ja, nou zitten we lekker samen tv te kijken. En ik heb al was aangezet. En ik heb al van alles gedaan. Dus ja, dat. Hé, jongen. Ja. Heb je nog iets te vertellen tegen alle mensen? Heb je nog iets vertellen? Hallo? Had je nog iets willen vertellen? Zeg je hallo? Zeg je hallo? Hoi! Wat? High five. Box. Yay! Goed gedaan, vent. Ik heb mijn was alweer aanstaan. Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk ook een adventkalender. Eens even kijken. Bij mij is het de 11e. Ja, de 11e. Het is een nagellakje. Dat kan ik nu al zien aan de vorm. Oeh, maar wel een hele leuke kleur. Het is een groenachtige kleur. Hele leuke kleur. Maar ja, zoals jullie weten ga ik hier niks mee doen. Maar mijn nagel is afgebroken. Dus ik denk dat ik vanavond die nagel even ga repareren. En dat we vanuit daar weer verder kijken. Misschien dat ik de rest van mijn nagels ook wel doe, want... Ja, kan natuurlijk nooit verkeerd zijn om een keer dit te doen. Dus dat. Maar ja, deze was dus afgebroken. Maar goed, ik ga zo even Sam halen. Even Liam klaarmaken en dan Sam halen. En ja, de dag verder doen zoals die moet. Ik heb etter nummer 3 opgehaald van de Bambix bende. Die zitten nu lekker te eten en yoghurtje te drinken. En ik ga zo dadelijk ook even eten. Het heeft mijn schoen uitgetrokken. Moet even blijven zitten. Ja. Maar voor de rest gaat alles top. We hebben Jordi opgehaald. Die zit nou daar. Hij heeft vandaag zwaar gehad op school, hoor. Ja. Sam slaapt. Liam ligt lekker te luieren op de bank, want die is ook moe. Maar die wil er niet aan toegeven. Waarom heeft Jordi het zwaar gehad op school? Nou, laat ik het jullie even uitleggen. Jordi is een kind dat als hij denkt van, oh, ik kan lui zijn, dan gaat hij gewoon dingen niet doen en dan gaat hij gewoon eigenwijzig lopen doen. Dus voor de botox had hij gewoon heel veel buikpijn. En ja, daar geef ik hem ook gelijk in. Dan heb je ook gewoon geen zin om iets te doen. Maar toen heeft hij botox gekregen en hij is eigenlijk min of meer op dezelfde voet doorgegaan. Hij werd kwaad als hij iets moest doen. En ja, de juffen wisten het gewoon eigenlijk even niet. Hij wilde nooit eten. Hij wilde dit niet. Hij wilde dat niet. Dus wat heb ik op een gegeven moment gezegd? Wat zou jij als moeder doen? Want jullie zijn allemaal moeders. Ja, dat klopt. Ik zeg, nou, wat zou jij als ouder doen? Ik zeg, niet pedagogisch gezien. Ik zeg, maar wat zou je gewoon als ouder doen? Ja, zeg, ze een keer op een mopperen. Ik zeg, dan doe je dat toch? Ik zeg, wat denk je dat wij thuis doen? Dat wij nooit mopperen op hem? Ik zeg, tuurlijk mopperen ook wij op hem. Nee, je krijgt geen appel. Je hebt genoeg appel gehad. Nee, je krijgt geen appel. Je hebt 3 appels gehad vandaag, Pino. Nee, je kan broodje krijgen. Niet trekken. Even dit oplossen. Dus, ik heb net even Liam duidelijk gemaakt dat hij al 3 appels had gehad. En dat hij er geen meer krijgt, maar dat hij wel een krentenbolletje mag eten. Want er was straks geen brood, maar een appel. Nou, hij mag van mij nu nog steeds een krentenbolletje eten. Dus... vandaag. Maar hij eet nu een krentenbolletje. Ik heb het hem duidelijk gemaakt. Maar goed.
de juffen heb ik gewoon aangespoord om te zeggen van... Ja, maar als ik ooit mopper op Jordi, dan is dat ook omdat hij of niet wil eten, of niet wil luisteren, of niet mee wil werken, of wat dan ook. Ik zeg, jullie mogen daar ook best op doen, hè. Ik zeg, want dat heeft hij nodig. Soms heeft een kind dan gewoon even nodig dat hij even... En klaar. Ik zeg, gewoon strikt zijn. Ik zeg, gewoon zeggen, nee, je gaat dit nu eten, punt. Ik zeg, klaar. Ik zeg, want hij lust het gewoon. Hij doet wel dat, maar hij lust het gewoon. Mango, aardbei, dat zijn altijd zijn favoriete fruitjes geweest. Laat ze, en dan nou ineens niet willen eten. Hier thuis eet hij het gewoon. Of ik nou met of zonder tablet doe, hij eet het gewoon. Dus, dat hebben ze vandaag gedaan. En ze hebben gezien. We hebben vrijdag nog een beter leven gesprek, zo noemen ze dat op school. Maar dat is in ieder geval zeg maar over de doelen van Jordi en over hoe wij het zien, hoe hun het zien, et cetera. Maar ik heb dus gezegd van, ja, we hebben het er vrijdag sowieso nog over. Ik zeg maar, ik vind het niet erg dat je het hebt gedaan. Ik zeg, want wil je bij hem iets voor elkaar krijgen? Ik zeg, moet je hem af en toe peper en zool douwen? Ik zeg, en eventjes zeggen van, nou gaan we dit doen en klaar. Dus ja, dat hebben ze nu gedaan en ze hebben het ook ondervonden dat het gewoon werkt. En ook daarna eventjes een knuffel gegeven. Heb je goed gedaan, ben trots op jou, weet je wel zo. Ik zeg, dat werkt gewoon bij hem. Maar op de een of andere manier werken zulke dingen bij Jordi. En dat is gewoon het beste. Dus niet alleen ik zeg dat, Niels zegt dat ook. Dus alles wat ik nu zeg, daar staat Niels volledig achter. Dus ja, daarom mag hij van mij gewoon nou lekker zijn ding doen. Je mag nog één broodje. Ik heb mini krentenbolletjes. Je mag nog één krentenbolletje. Wil je dat? Ja of nee? Ja, wil je die? Dan krijg je een krentenbolletje. Alsjeblieft. Liever dat hij dit eet als dat hij gaat zitten snoepen. Want hij vraagt niet om snoep. Dus dat is alleen maar goed. Maar goed, ik ga even beginnen aan het eten. Eerst even vaatwasser uitruimen. Maar goed, dat moet gebeuren. Als je me al langer kent, weet je dat ik een hekel heb aan dat ding. Niet om in te ruimen, maar om uit te ruimen. Dus die ga ik even doen. En dan ga ik even aan het eten beginnen. Weteboer koolstampot. Met kippenworstjes. En ja, dat. In principe liggen alle kinderen op bed. Kindjes zijn gedoucht door Niels. En Liam die heeft straks niet gegeten. Hij hoest ook heel erg zoals je hoort. Maar hij klaagt over buikpijn. En dat hij niet lekker is. Maar ik denk ook dat het voornamelijk honger is. Dat hij dat een beetje verwacht met buikpijn. Dus ik heb hem wat gewone chipjes gegeven. Gewoon een beetje voor de zout. Want daar wordt straks dus niet avondeten. En... dan gaan de mensen zeggen, ja, maar hij heeft straks ook krentenbol gegeten. Ja, dat was om 2:30, ja. Nee, om 3:00, sorry, dat lieg ik. Om 3:00, toen we net thuis waren van Jordi halen. Dus dat. Maar hij zit dus lekker even gewoon de chipjes te eten. Gewoon even lekker zout binnenkrijgen. Dus ja, hè. Of hij ziek wordt, ik weet het niet. Maar dit is niet zeg maar gedrag wat hij normaal altijd laat zien. Papa, die ligt als waakhond in de buurt. Niels, die was erbij gaan liggen. Dus dan stel je vragen aan hem en hij geeft gewoon ja, nee antwoorden. Maar het is best wel mooi om te zien hoe dat hij dan eigenlijk tegen je ingaat. Van, wil je dit? Nee. Wil je dat? Nee. Wil je zus? Nee. Wil je zo? Ja. Oké. Okay. Dus dat. Wil je in bed blijven liggen? Ja. Oké. Okay. Laten we de deur open en dan kijk maar of je naar beneden komt. Nou, toen kwam je op een gegeven moment stampvoetend naar beneden. Dus dat is... Ik vind het mooi om het verschil te gaan zien, zeg maar, in hem. Vind je dat niet ook, Niels? Mm-hmm. Gewoon het feit dat hij... begint te laten zien wat hij wil. Maar goed. Wij gaan eventjes de avond nog afsluiten.
En we zien wel hoe het loopt. Of dat hij ziek is of niet. Hij zit voor nu lekker chipjes even te eten. Een hele goede morgen. Jordi en Sam zijn naar school. Liam, we zijn ondertussen thuis gekomen. Even gauw naar de winkel geweest. Liam die had zoiets van, nou ik ben thuis dus ik kleed mijn eigen uit. Tadaa! En ik mag vandaag en gisteren Liam zijn fruit niet snijden. Hij wil gewoon een appel. Dat is wat hij wil. Nou, dan krijgt hij dat. Dus hij zit lekker een appel te kauwen. Die appel eten? Wat heb je daar? Dat is gewoon vuil van de appel, jongen. Ja, en dit vindt hij geweldig om te doen. Dat is vuil! Schandaal. Dus, dat. Hij is een lekker appeltje te eten. En ondertussen is hij flink aan het hoesten. Maar ja, wie hoest er niet in Nederland? Op dit moment iedereen volgens mij. Meestal ben ik altijd wel productief, maar vandaag ben ik niet productief. Nope, I'm just not feeling it vandaag. Ik heb gewoon lekker op de bank gezeten vanochtend. Ik heb wel wat daar gezet. Ja. Ja. Ga lekker een filmpje kijken dan. Ga onder je dekentje liggen en ga een filmpje kijken. Hij zit hier te klagen dat hij het koud heeft. Oh, en trouwens, ik heb gisteravond niks gedaan. Want deze Kees klaagde over buikpijn en janken en mama en mama en papa. En uiteindelijk lagen we in bed. Toen is Sam uit zijn bed gevallen. En toen was het weer janken. Dus ik ben gisteren niet aan mezelf toegekomen. Ik kijk straks heel eventjes wat er nog in dat ding zit. Maar ik heb vandaag gewoon even geen puf. En dat moet kunnen. We hebben Jordi opgehaald. Maar alles ligt lekker te slapen. Dan wordt nog een werk om ze naar binnen te krijgen. Normaal is het altijd, Jordi is ziek. Maar nou is hij ziek. Hij heeft verhoging. Hij heeft net een kontkanonnetje gehad. Hij is echt niet lekker, hè? Je bent echt niet lekker, schatje. Snik heet is hij. Wat wil je kijken? Hij heeft de rillingen enzovoort. Zijn neus zit overvol. Dus ik heb eventjes net Silo gegeven. Want hij had toch gewoon moeite mee met ademen. Hij zat ook echt... Het is een neusademer. Al mijn kinderen zijn neusademers. Dus dat... Dus ja, dan hebben we er maar weer eentje ziek. Ik ben vandaag niet vooruit te branden. Ik heb dus niks aan mezelf gedaan. Liam is gewoon niet lekker. Ik doe er alles aan om hem wel zijn eigen prima te voelen. Maar goed, we hebben wel dit. Gelukkig lukt het me wel om iedere avond mijn gezicht te doen. En met tanden poetsen enzovoort. Dus... En vanavond ga ik weer lekker douchen, even lekker scrubben en zo. Dus ja, maar ja, we hebben nog steeds deze. En we hebben de 11e gehad, dus we zijn met de 12e. En... Nou, krijgen we hem er niet uit. Het is goud. Het is goud. En... Is dit een... Het is niet voor de lippen, toch? Want als je zo gaat kijken, lijkt het me wel hetzelfde. Maar... We gaan eens even kijken. Even kijken, liquid lipsticks. Even kijken, daar hebben we die en die. Nee, dat is dit niet lipstick. Hebben we die, die... 1 lipstick, 2 liquid lipsticks, dat is dus, nee dat is deze ook niet,
Dat is geen liquid lipstick. Ja, dit is Glittery Pink. Dat is een liquid lipstick. Maar er staat niks met goud bij. Oh, hier. Liquid Eyeshadows. Gold. En dat is deze. Dus dit is een liquid eyeshadow. Ja. Dat is dus voor die ogen, hè? Voor die ogen. En ik heb geen idee hoe je dit moet opbrengen. Oeh, kijk dan. Wacht. Oké. Dus dan zou je er zoiets van moeten maken of zo. Oké. Wazig. Ik ben nooit zo van de liquids op mijn ogen. In ieder geval niet met zoiets. Oogschaduw heb ik altijd wel gebruikt. Ook kijk. Hij is wel echt heel shimmery. Of hoe noem je dat? Glitterig. Maar ik vind dat altijd zo'n nat gevoel, joh. Ik kan hem ook niet voorstellen dat mensen dit dan voor hun plezier erop doen. Ja. Maar weet je wat ook zou kunnen? Wacht. Heb ik die hier nog inzetten? Dat was de eerste dag. Oh ja. Ja, die heb ik weer druk gestopt. Dan hebben we natuurlijk dit. Dit zou ik dan wel weer eerder doen dan dat. Kijk, dat zou ik dan weer eerder doen. Maar ja, hè? We gaan zien wat we ermee gaan doen. We gaan het zien, we gaan het zien. Dus ja. We gaan het gewoon zien. Nou, ik ga even pyjama's voor iedereen pakken. En dan zorgen dat er dadelijk 3 leden van de Bambix-bende lekker naar hun bed kan. Want ja, dat is bijna tijd voor. Ik heb al mijn was er weer opgevouwen. Ik heb alweer nieuwe was aanstaan. Dus ja, en daarna moet ik beneden aan de gang. Want we hebben een paar kindjes even huisgehouden straks. Ja, dus dat. Oh, en ik pak trouwens ook nu de kleding voor morgen voor de kindjes. En ik doe wel alsof Liam morgen naar school gaat. Dus ik smeer ook gewoon zijn broodtrommel. En dan kijken we gewoon heel eventjes hoe dat hij morgen wakker wordt. Of die koorts heeft of niet. Of wat dan ook. Want het is bij kinderen nooit te zeggen. Dus ja, dat doe ik dan wel allemaal gewoon. Wat ik normaal ook doe. Puur en alleen om eventjes op voorbereid te zijn. Dat als niks aan de hand is, dat hij gewoon naar school kan. Oh ja, en die broodtrommel smeer ik niet voor niks. Want dit doe ik ook altijd bij Jordi. Dan op het moment dat ze thuis zijn en niet naar school gaan. Dan krijgen ze gewoon die broodtrommel tussen de middag. Wat ik dan, zeg maar, wat ze normaal op school krijgen, krijgen ze dan gewoon van mij op dat moment. Vinden ze ook helemaal niet erg. Vinden ze zelfs altijd wel leuk. Hey. Een hele goede morgen. Wij gaan even naar de winkel. Ik heb Jordi en Liam naar school gebracht. Liam had vanochtend geen koorts, hoest wel.
niet helemaal lekker, maar hij werd boos omdat ik zijn tas op wou ruimen. Dus ik heb hem toch naar school gebracht. En met de mededeling, als het niet gaat, bellen. Dus dat gaan ze doen. En Jordi eigenlijk precies hetzelfde verhaal, want Jordi had vanochtend buikpijn. Dus we gaan het zien. Maar wij gaan nu eerst even naar de winkel. Inmiddels ben ik thuis van de winkel. Heb ik al de was aangezet. Sam heeft al heel wat gegeten. En nou zijn we bij... Wacht, ik ga even kijken. We zijn bij de 13e. Ja, de 12e heb ik ook gedaan. De 13e. Oeh, ik weet al wat het is. Het is een beauty blender. Ja. Ja, vandaag ga ik hier niks mee doen. Gisteravond is Liam nog tot heel laat wakker. Of nee, hij is in slaap gevallen. Oeh, toen... is hier rond een uur of 11 is hij weer wakker geworden. Toen gingen Niels en ik net naar bed. We hadden net gedoucht. Toen ging naar bed. En meneer kan voort over het traphekje heen klimmen. Jee. Dus meneer kwam naar boven toe. Want hij moest en zou bij papa en mama in bed liggen. En het is een half uurtje goed gegaan. Toen begon hij de oren van onze kop af te kleppen. Nou is Niels niet degene die daar interesseert. Want hij denkt gewoon bij zijn eigen wat rust houden en bedankt. Maar, c'est moi, ik kan daar gewoon niet tegen. Ik word helemaal koekoek van. Dus Niels zei op een gegeven moment van, oké, dan ga ik met hem naar beneden toe, naar zijn kamer. Het is op een gegeven moment in slaap gevallen en ik had de wekker gezet van over een uur even wakker worden. Want dan kan ik Niels uit het bed van Liam vissen, zodat hij gewoon in bed kan liggen. Dus dat heb ik gedaan. Toen is Jordi vannacht wakker geweest. Toen zei Niels tegen mij van, goh, ik ga wel bij Jordi liggen. Nou, die is in slaap gevallen. En toen is Liam op een gegeven moment weer wakker geworden. Zonder koorts of wat dan ook wel, met hoesten en snot. Maar ja, dus dat. En ik had natuurlijk alles gewoon klaargezet. Ook zijn tas en zo. En hij dacht bij zijn eigen, ja, maar nou ga je die tas opruimen. Want eigenlijk was ik echt voornemend om... de kind niet naar school te doen, omdat ik dacht, ja, heeft het nut? Weet je wel zo. Dus, ja, het kind heb ik uiteindelijk dan toch naar school gebracht. Wel de juf even op de hoogte gesteld van, goh, twijfelgeval, ik weet het even niet. Hij werd boos. Dus dat snapte ze ook. Dus ja, dat... Dat is eigenlijk een beetje wat er vanochtend is gebeurd. En ik ben gewoon moe. Ik ben op. Maar ja, hopelijk kan ik vanavond op tijd naar bed. Dan doen we maar even een dag niet zoveel. Of twee dagen niet zoveel aan mezelf. Het is zoals het is. Niels was weer klaar. Dus die heeft Liam en Jordi opgehaald. Nu is hij met Jordi naar de fysio en hij heeft Liam meegenomen, want Liam is papa gek. Papa is alles. En het was janken. Papa, 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 papa. Het is allemaal gewoon goed gegaan op school. Met Jordi ietsjes minder, want hij had heel veel buikpijn vandaag. Dat komt wel weer goed. Sam zit daar. Dus ja. En... ja, we gaan verder wel zien hoe het allemaal loopt en ruilt en zeilt. We eten vandaag frietjes, dus ik hoef daar alleen maar de airfryers neer te zetten. En dan is het alweer een heel eind klaar. Dus ja, dat hebben we allemaal geregeld en gedaan voor vandaag. Ja. Ik moet ook wel zeggen dat ik wel blij ben dat ik vandaag niet zo heel veel heb hoeven doen. Want het is ook niet zo dat ik me eigenlijk geweldig goed voel. Maar ja. Soms heb je gewoon die dagen erbij zitten. En vandaag is zondag. Nee, oh, toch wel. En daar gaan we. We zitten op een paard. 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 Oh, ja, 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 ja,
pensioen. Ja. Paatje gaat met pensioen. Ik heb iets aan mezelf gedaan. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb ze echt kort gedaan, want het was gewoon echt heel even nodig. Dus vandaar, ik heb ze een beetje beige met een glittertje. Ik heb brood gesmeerd, alle kleren liggen klaar. Niels even het vuil doen en dan gaan we lekker naar bedje toe, want ik ben moe, kapot. Dus dat, kindje ligt te slapen. Liam heeft geen koorts meer gehad. Dus we gaan zien hoe het allemaal loopt. Dus ja, dat. Papa? Nee, die is er niet. Papa? Je moet het met je moeder doen. Mama? Mama? Goed zo. Goedemorgen. Kijk. Ja. Ik had het al laten zien, maar ik had mijn nagels gisteren gedaan. Ik heb ze een stuk korter gedaan, daar had ik gewoon behoefte aan. Mama. Deze lengte had ik in het begin altijd. En toen zijn ze op een gegeven moment langer gegaan. Maar het is even nodig om ze gewoon wat korter te doen. En deze groot knul, die heeft vandaag met mij je grote broer Jordi naar schooltje gebracht. Jordi. Nee. Goed zo. En Sam. Dan. En Sam hebben we ook naar school gebracht. Ja. Ja, jij bent nou thuis bij mama, hè? Ja, dus. En we zijn nog niet naar de winkel geweest. Nee, nee. Nee, nee. Want dat gaan we dadelijk doen voordat we Sam op gaan halen. Dan moet ik even een rondje maken. Ik heb wel alle bedden al afgehaald en aangezet en gedaan. En ondertussen heeft deze kampioen mij verveeld. Want wat je nu ziet, dit doet hij al de hele tijd. Goed zitten dan, hè? Dus, ja, dat. En dan gaan we dadelijk lekker naar de winkel. Tada! Maar goed, nou, dat is wat, wat we dadelijk nog gaan doen. Dan gaan we voordat we Sam gaan halen, gaan we eventjes naar de winkel. Want ik moet nog even een paar dingetjes halen. En ik ga denk ik ook boodschapjes halen. Grotendeels voor morgen. Want ik wil morgen rundergoulash maken in de slowcooker. Dus dan moet je eigenlijk alles al wel een heel eind in huis hebben. Zodat je dat eigenlijk vanavond al kan maken. In de koelkast kan zetten. En het een heel eind klaar is morgenochtend om aan te zetten. Dus dat. Ik ben druk ermee bezig in ieder geval. Dus dat komt allemaal goed. En ja, ik heb het gewoon druk. Vanmiddag heb ik ook een gesprek voor Liam op schooltje. En dan moet ik ook bij zijn, telefonisch. Niels gaat daar fysiek heen. Ik ben daar telefonisch bij. Dus ja, en dan krijg ik een gesprek. Hoe gaat het? Wat zijn de doelen? Dat soort dingen allemaal. Dus dat is een gesprek wat we gaan hebben. En daarna moet ik Jordi alweer ophalen, dus tijd vliegt. Zo. Ik heb gesprek gehad met Niels samen over Liam. Hij heeft het ondertussen opgegeven. Hij is vandaag echt onmogelijk. Echt gewoon niet te doen. Sam ligt ook te slapen. We hebben Jordi opgehaald. Ik heb hem net laten drinken en alles. Had even moeite ermee, ik moest even helpen. Helpen in de zin van gewoon lekker lollig doen en dat hij even drinkt. Dat. Het gesprek van Liam. Ja, daar komt eigenlijk op neer dat gewoon alles wat we eigenlijk al weten. Dat dat gewoon doorgaat. We zijn wel aan het kijken wat voor Liam gewoon heel goed is. Daarmee gaan we natuurlijk gewoon door. Het is gewoon een klein ADHD manneke. Of hij ADHD heeft, dat weten we allemaal niet. Maar we gaan nu wel kijken wat voor hem rust geeft. Waardoor we af en toe een keer kunnen zeggen, nu remmen we je even af. Maar dan gaan we dus op onderzoek uit wat werkt. Zowel wij als het hele team waar dat hij op school zit. Ja, het is gewoon een ADHD kind. En ja,
Dat. We gaan wel wat dingetjes na de kerstvakantie veranderen. Maar daar ga ik jullie pas in de kerstvakantie over updaten. Want dan weet ik alles definitief. En dan kan ik daar meer mee. Oké. Okay. Liam is echt onmogelijk vandaag. Had ik al gezegd? Ja, dat had ik al gezegd. Ik kan vandaag ook niks aan mezelf doen, want ik heb gewoon te druk. Ik doe straks wel mijn gezicht goed reinigen enzovoort. Dus ja, maar we hebben natuurlijk nog wel deze. De 14e. Ik heb boven bij de kinderen een kamer gepoetst en gedaan. Want daar liep ik gewoon mee achter. Wacht. 13. En ik scheel. Ah, je 14. Het is ook heel donker te zien hoor. Kijk maar. Hier is er 14. Wat is die? Oh, het past er nog eens bij ook met mijn gezicht reinigen. Nou, vent. Ze hebben hem te snel gemaakt voor je. Oh, tuurlijk. Maar scheur ik hem ook nog uit hoor. Nee, maar dat is ook. Kom, vriend. Het ding wil er niet uit. Die vindt het te fijn daarin. Ah, oh, hè. Het is een micellair water. Dus ja, het heeft ermee te maken, hè. Dus ja, kijk of je stinkt. Want die roos dingen vind ik wel lekker ruiken. Ik ruik niks, dus dan is het ook prima. Nou ja, dit dus. Dus ik ga vandaag mijn gezicht reinigen. Tada! Zo, mijn hele huis is weer opgeruimd en schoon. Dat had ik gewoon even nodig dat ik daar echt even moest doen. Ja, sommige dingen zijn nog niet opgeruimd, maar dat komt. Het is, de vloer is gedweld, gestofzuigd, de aanrecht is schoon. Dit plekje moet ik nog doen. Dat ziet er niet uit. Joef, doe nou eens rustig. Zij krijgt altijd koekjes als we naar bed gaan. En dan ga ik nu ook, want ik ben moe, ben kapot. Morgen weer een drukke dag. Maar ik moet ook deze ups en downs even afsluiten. Ik ga even douchen en naar bed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.